Yo, goedelijk kijkers, dus gelukkig nieuwe video van Fortnite. Maar niet zomaar Fortnite. Nee, ik ga namelijk creative doen. Iets in creative. What the fuck? Ja, dan speel ik het maar zo even met. Alleen dan hoop ik wel. En dan kan ik hem weer opnieuw gaan invoeren. Dag, hopelijk stond hij er tussen. Maar ik. Ik pak hem er even bij. Ik heb hem hier. Maar wat ga ik dus doen? Nou, ik ga. Die opstarten. Ja, wat ga ik doen? Oftewel, ik zet hier even de code neer voor jullie. Of die zie je ook bovenaan het scherm. Daar kunnen jullie hem ook vinden. Maar wat is dit? Wat moet dit voorstellen? Nou, misschien zag ik dit al een beetje. Het heet Guess the Song. Ja, raad het liedje ook wel. Oftewel, ik hoop dat je er verschillende genres bij hebt. Dus ook van tv-series, intro, soundtracks. Want ik zag bij iemand anders die deed dat. En ja. Zo, en die. Dat was die Nick E30. E30. Volgens mij heet hij zo of zoiets. In ieder geval even van Nick E30. Hij zag het op zijn Insta. Hij had dat een stukje namelijk gefilmd. Ik dacht, hé, dat is wel leuk. Dat is wel eens leuk voorop mijn YouTube doen. Dus ik zou zeggen tegen jou, doe gewoon gezellig mee. Terwijl jij kan niet meedoen met gelijk zeggen welk liedje het is. Maar jij kan wel meedoen met het eerste liedje, bijvoorbeeld nummer 1. Die naam met die artiest, als jij hem weet. Dus laat het dan gewoon zeker in de reacties weten. En het is leuk als je meedoet. Want, of schrijf een briefje en zet het later in je reactie. Zie of, ja, in ieder geval type. Al in een reactie, als je op PC zit, dan kun je ook wel typen en kijken. Oh, ik ken deze wel. Oh, ik ken hem wel. Het komt bij bekend voor, alleen ik kan de naam niet zeggen. Ja, ik denk, what the fuck, waarom is het allemaal dezelfde? Ja, dan denk ik deze. Deze week. Oh, niet. Deze weet ik niet. Ik kan ook niet bij deze. Ja, ik ga dan denk ik voor Thunder. Weet jij deze jongens? Zeg het mij. Zeg wat jij denkt. Maar ik ga denk. Ja, ik. Wow. Ik denk echt Thunder. Het ziet goed. Is hij goed, maar ik kan niet eens zien als hij goed is. Deze ken ik niet. Deze ken ik echt niet. Dit was puur gokken. Dan denk ik op Pink, denk ik. Oh, respawning. Moet ik nou alles overnieuw doen? Oh, nee. Ja. Oh, het was die. Ja. Oh, deze ken ik. De man dan. Van St. Joey. Deze weet ik.
En hoe ik deze week? Nou, ten eerste. Ja, dat heeft iemand bij mijn favoriete serie geplakt, die Originals. En ten tweede, ik gebruik deze nu voor Fortnite Team Tag op EGE. Dus ik weet deze. Dit is Chanturi's Fallout Boy. Die wist ik. Dat hoorde ik gelijk. Deze week dan weer niet. En hier ga ik gokken. Ik ga even middelste. Nee. Want die beat kan ik helemaal niet bedenken. Misschien heb ik het liedje ooit gehoord met beat en dingen, maar nee, zo kan ik het niet opzeggen. Oké, het was die. Laat weten als jij dat wist. Oh, ik ken deze wel. Alleen ik weet even niet meer de song in mijn hoofd nu. Ik kan die niet opzeggen, maar misschien als ik de naam zie. Party in the USA. Is dit. Deze. Dat was die Party in the USA. Alleen ik kon het liedje niet zeggen. Ik ken deze. Alleen ik wist niet hoe het liedje heet. Maar nu ik het zie, Party in the USA. Ik wist dat het iets met party was. Dus. Ik denk stay, Justin Bieber. Dat is het. Ja, dit is stay. Dit is stay. Dit weet iedereen, alleen. Ja, dan denk. Wat is hier? Oh! Dit vind ik wel mooi. Maar is het die kids, volgens mij? Niet die kids. Kijk, maar dit is wel mooi. Kijk, hier heb je het dan dubbel. Maar hier zat gewoon mooi. Met Justin Bieber hier. Met een P en hier een B. Ik vind dat wel echt mooi gedaan. Lekker is een instinct. Zie je ook? Oh, nee, daar moet ik niet zijn. Ik moet hier zijn. Dat vind ik wel echt mooi. Dit weet ik niet. Dus denk ik. Oh, goed gegokt. Dat wist ik totaal niet, jongens, dat het die was. Maar ik dacht, die andere naam, dat was denk ik gewoon een instinker. Ik ken alleen maar een ja, zo'n naam. Heel even iets doen. Take me to the church. Take me for. Ja, ik denk deze. Als ik. Want soms. Oké. Okay. Ik geef jullie een tip. Soms moet je ook kijken naar de namen. Dus als er dezelfde staat, dan kijken wat kan. Zoals je dat zag. Kijk, dat andere kon niet. Take me for the church. Want dat is anders. Ja, neem me mee voor de kerk of zo. Ja, dat zou kunnen, maar dat is te letterlijk vertaald. Terwijl in het Engels zeggen ze dus: take me to the church. Oftewel, ja, neem me mee. Oké, deze ken ik ook. Hier heeft weer diezelfde ding gedaan, denk ik. Moet je al lezen?
Ik denk Wreck-It, alleen. Maar omdat dat klinkt verhaal, dus dan ga je ook denken, toch, omdat dat is die beat past goed op Demons van Imagine Dragon. Ja, ik ga daarvoor. Nee. Kijk dan, maar daar, dat is echt die instinker. Omdat die beat, die klinkt dan zo langzaam. Dan is het deze. Want dat is nooit... Deze kan ik echt niet bedenken. Ja, dan is het deze. Dat andere. Oké, ja. Dan is het denk ik die andere, denk ik. Want die. Dat andere. Lijkt me. What the? Oké, soms is het dus niet waar wat ik dus zeg. Dan is het deze. Oké. Die wil die weer niet pakken. Oh, deze ken ik. Ik denk Storm. Ik ken deze, iedereen kent deze, alleen ik weet echt gewoon niet die naam. Het is niet Strong, maar ik weet totaal niet die naam van deze. Ik ken de beat, of als ik het nummer hoor. Ja, dan is het de middelste. Kijk, ik ken niet die naam. Ik ken wel echt die beat. Ik zeg, oh ja, deze, die ken ik. Alleen ik weet niet die naam. Ik denk dat iedereen... Kesha, denk ik. Hoe is mijn? Ja. Die Young, die had ik gewoon goed. Ik herkende ook die beat. Deze ken ik niet, deze beat. Ik heb hem misschien eens ooit gehoord met een liedje. Alleen ik ken hem zo niet. Laat gewoon echt weten als jullie ze allemaal kennen. Dan zet dat er ook bij. Deze ken ik ook. Oh, goed. Ik wist dan die artiest.
let me go. Nee. Die kan ik echt totaal niet op de ijs bij connecten. Soms dan heb je dat. Denk dan op Remember Me. Nee. Maar ja, ik weet het daar weer niet, die, het liedje zelf, hoe dat de titel heet. Oké, het was gewoon Remember. You yesterday. Where are you now? Where are you? Ja, deze komt mij gewoon bekend voor. Dus daarom, ik gok het ook maar. Ja, dan denk deze. Volgens mij is dat wel een dubbele U. Dubbel U is het volgens mij wel. Oké. Thanks for playing. Ja, jongens, we hebben het dus gedaan. We hebben het gedaan, we hebben het gemaakt. En, ja. Hoeveel had jij er goed? Ik denk, ik heb het niet echt geteld. Ik ben echt gewoon vergeten te tellen, jongens. Dus ja, ik denk, misschien zet ik het erbij, alleen ik, zo maar, ik denk, 8 of zo, 8. Ik wist best wel veel, maar ja, ik heb ook veel gegokt, maar die ik echt goed wist, die zijn denk ik 5 maar. En die andere water denk ik, maar in totaal heb ik denk ik 8 goed, 8, 9, ik denk 8, 9 heb ik goed denk ik. Dus en, ja, ik ga hier dus even de video afsluiten. Laat ook zeker weten hoeveel jij er goed had in reactie. En daarmee sluit ik hier de video af. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video, dus... Ik hoop dat jullie gewoon genoten hebben van de video, dus doe zeker even een blauw duimpje over zitten. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En op dat belletje klikken naast waar mijn nek op staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd adios.